Welkom bij Hip Hop à la Carte. Vandaag ga ik koken voor de enige echte hef. Voor hem ga ik maken sushi en yakitori, mijn stijl, plateau kamikaze. Boodschappen heb ik al gedaan bij Wildhandel Treuren en Schmied Zeevis. De rest van de bende heb ik al gehaald bij de Chinese boot. Kom op. Ik ben aan het koken, man. Wat weet je over koken, man? Jullie eten de hele dag tosti en noedels, man. Ik ben aan het koken. Misschien ben ik niet de beste, maar wel de vieste. Ik doe dit voor de hosslers, fraudeurs en de dieven. Ik doe dit niet voor mannetjes die praten en die schieten. Ik doe dit voor die mannen die niet praten en hem squeezen. Heavy, zeg je mannen, doe je best, maar ik ben ready. Hey, Hef. What's up? Lekker man. Ja, lekker, toch? Ja man. Oké, welkom bij Hip-Hop à la Carte. Maar als jullie mij uitgenodigd hebben, weet je toch? Ik bedoel, van, dat is een soort eer voor mij, man. Ja, vind jullie het hebben Def Rhymes, Def Rhymes gedaan, jullie hebben Tim gedaan en een derde nigger is gewoon Bondi, weet je toch? Gewoon een vieze nigger uit de hoed. Dat is, ik waardeer het, man. Ik waardeer het echt, man. Thanks. Master, man. Oké, Hef, waarom ben jij hip-hop? Waarom ben ik hip-hop? Waarom ben ik hip-hop? Lastige vraag. Het is moeilijk, man. Weet je waarom? Zeg maar, omdat zeg maar, voor sommige mensen is hip-hop echt een soort geloof of zo, weet je. Precies. Het is echt een way of life, weet je. Het is echt een lifestyle voor sommige mensen. Ja. En ik denk dat dat. Het is wel mijn lifestyle, weet je. Ik bedoel van. De jonko, de muziek, weet je. De kleren, de. Ja, dat is wel hip-hop, denk ik, weet je. Hoe je gedraagt, hoe je gedraagt, hoe ik praat, weet je. Ja, dus de slang, de. Dat is wel allemaal hip-hop, weet je. En. Ik denk dat mij wel een beetje hip-hop maakt, weet je. Ja. En voor de rest moet iedereen maar zelf invullen wat hun hip-hop vinden, weet je. Ja. Ik wil niet. Hip-hop is iets wat gemaakt is ver voordat ik in mijn vaders rug zat, weet je toch? Ja. Dus ik wil daar niet over gaan zeggen, ja, dat is hip-hop of dat is hip-hop of dat is hip-hop, weet je toch? Welke muziek luister je zelf graag? Alles, man. Alles, man. Ik heb laatst die Ali B-programma gedaan met. Ali B op volle toeren. Oké. En ik heb een cd'tje gehad van Rob de Nijs. Dat blaas ik ook heel vaak, man. Dat blaas ik ook vaak. Ik blaas nu heel veel, pomp nu heel veel currency, pomp ik heel veel. Oké. Sean Price, Biggie, ja, J. Cole. Biggie zei je net al, Biggie is je vader, zei je. Ja, Biggie. Hij mag mijn moeder wiepen. Als hij, weet je toch? Oké dan. Hij is een nigger, is mijn nigger, man. Van kleins af aan. Ja, man. Ja. Wat vind je echt wack? Wat ik echt wack vind? Ja. Wat ik echt wack. Nee. Wack, maar als ik iets wack vind, dan kijk ik er niet naar. Dus okay. Dan ga ik me niet in verdiepen, weet je. Okay. Dus dan weet ik niet eens dat het wack is. Als het iets de wack uitziet, dan geef ik me geen aandacht aan. Iets wat ik geleerd heb van een nigger. Is van, in plaats dat je gaat zeggen van wat je wack vindt, kan je beter zeggen van wat je tof vindt. Weet je toch? Okay. Je kan beter je energie stoppen in zeggen van wat je tof vindt, in plaats van zeggen wat je nep vindt. Want dat wat je nep vindt, ja, daar heb je toch niks aan. Nee. Ja, that's that. Wel de vieste. Laten we eten, man. Ja. Heavy. Kijk, dit is Hip-Hop à la Carte. Dat is Hef, Lox, nu gaan we naar de keuken toe. Let's go. We zijn aangekomen in het kookpunt. Ik ga nu mijn kokspak aantrekken. Check it out. Okay. Zo snel. Zo snel, man. Kom, we gaan de keuken in. Welkom in mijn keuken. Het is wel een fucking keuken, man, Ju. Wat ga je maken? Dat staat hier in mijn kaart. Ik heb hier mijn à la carte kaart. Mag ik checken? Alsjeblieft. Plateau kamikaze. Plateau kamikaze. Wat voor fucking about that, nigga? Ik ben jou een rauwe rapper, dus daarom maak ik voor jou sushi. Snap je? We gaan maken chicken yakitori. Dat is een, zeg maar een Japanse kipsaté. En dat wordt gemaakt met kip. Yakitori saus, dat is die saus, check. Kijk eens thuis. Yakitori, staat erop. Dat is echt Ken je hoofd van de kip? Wat is van deze shit, denk ik. De kop van de kip gaat eraf. Sorry vegetariërs, ik kan het ook niet helpen. Voelt het lekker wel van T-Rex of zo. Ja, lijkt net, hè? Ja, man. Kijk, lijkt net een reptilian. Ja. Heb je kip? Deze, zo ken ik een kip. Ja, snap je? Zo ken ik die nigger weer. Oké. Oké, gewoon peper en zout over de kip heen.
Dan hebben we hier een pan. Steek het vuur aan. Olie kan erbij. Ik vergeet altijd dat die olie erin te zetten. Oké. Okay. Dan gaat hij roken. Ja, dan gaat hij roken. Ja, dan moet je niet zo verblouwen, denk ik dan. Ik heb nog een kip. Dus die hebben we gehad van wildhandel Treuren. Ja. Dus je kan peper en zout eroverheen doen als je wil. Gewoon hoe jij net dit, hoor. Zoals ik het net deed. Ik kijk alvast of mijn pannen heet zijn. Pop. Wauw. En ik niet de beste. Het moet wel goed pittig zijn, hè? Ja, ja, precies. Wauw, lekker. Nou, wat we nu doen, is we gaan de kip rondom bruin bakken. Dan gaan we die saus er overheen zetten. Ja. Dan hebben we hier gevogelte bouillon. Die gaan we erop doen, zeg maar, daarnaast. We gaan even de oven aanzetten. Ik heb hier een hele mooie oven in de wand zitten. Dan gaan we die op temperatuur laten komen. En dan kunnen we daarna de kip erin schuiven. Leg maar, leg maar. Kijk, kijk. Deze is high-tech, zwaar high-tech. Wow. Weet zelf. Dit is Back to the Future, vriend. Wow, man. Dat is een conventie. 160 graden, nou, voor die kip 160 graden is wel een goede temperatuur. Kom, dan gaan we nu de kip omdraaien voordat ze zwart zijn. Cool. Lekker bakken. Zorg dat die mooi bruin rondom gebakken is. Want dan blijft die lekker krokant, lekker die krokante kip uit. Heerlijk. Jongen. Hou me in de gaten, hè? Yeah. Gaat het snel? Gaat het snel? Ja, gaat snel. En wat ook belangrijk is, laat je kip bewegen. Als je vlees bakt, laat het lekker bewegen dat het rondom bruin wordt. Kentucky nigga. Ass up, face down. Moet je met deze kant moet je hem neerleggen. Dan had ik hier nog die gevogelte bouillon. Ja. Die kan ik gewoon alvast op de bodem zetten. Erin gooien gewoon? Ja, gaan we erin gooien. Dan heb ik hier nog meer. Deze kan er ook gewoon bij. Boom. Bij. Boom. Nu lijken die niggas op chicken, weet je toch? Ik heb hier de yakitori saus. Ja. Ik heb hier een bakje met een kwastje. Dan gaan we dat inkwasten. Ja. Dus ik zou zeggen, knal het erin. Kan bij. Boom. Ja, ik gooi maar gewoon alles erbij. Joh. Nice. Het is gewoon een kwestie van... Boom. Even lekker gewoon zo eroverheen lakken. Nee. Bandy. Oh, maar ik zit nu te doen alsof ik maar een soort tekeningen maak. Het mag gewoon een beetje... Het mag gewoon nonchalant, gewoon lekker insmeren. Dat al die smaken zeg maar in die kip dadelijk trekken, daar gaat het om. Hoe meer saus erop, hoe meer smaak. Logisch is dat, snap ik. Kom op, man. Yeah. Ja, dat is wel leuk, weet je toch? Ja, toch? Nou, dan is die nu wel goed. Dan gaan we nu lekker naar de oven toe, man. Dan gaan we ze erin zetten, die jongens. Is die nigger al warm? Ja, hij is al warm. Set point. Jazeker. Hoe lang was het erin? Drie kwartier. Drie kwartiertjes. 45 minuutjes. Dat was chip. Heavy, heavy. Zeg je man, dan doe je best, maar ik ben ready. Oké, Hef, wat kunnen we van jou verwachten de aankomende tijd? Veel shit, man. Veel shit. Ik heb sowieso Team Visa. Mijn eigen label gestart. Kroegse album is al af. Killa Keys is de eerste clip is gedropt. Killa Keys? Killa Keys is een nieuwe, is ook een nieuwe artiest, is ook tegelijkertijd mijn backup. Oké. Is ook een artiest van mij gewoon, weet je. Goeie MC dus. Ja man. Yeah. Yeah. Dat gaat ook wel lekker nu, weet je. Ik ben bezig met nog een artiest van mij, Roodje man. Oké. En los van dat ben ik bezig met papierwerk. En als papierwerk komt is hoofdpijn voor al deze niggas. Heb je nog collabos of samenwerkingen met mensen? Wil ik niet te veel over zeggen. En wie maakt jouw beats? Verschillende man, ik ben altijd op zoek naar nieuwe beats. Oké. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe producers. Yes. Ik vind het tofst om te fokken met guys die helemaal onbekend zijn nog, weet je. Want die hebben nog het meeste honger, weet je. En die kan je nog gewoon kneden. Ah, dat stukje, misschien die snaar vind ik niet tof, misschien kan je anders snaar zetten. Ja. Maar als je dat tegen een andere producer zegt, die producer die al... Ik weet precies wat je bedoelt. Dan gaat hij zeggen, ja dag man, dat hoort zo en bla bla bla. En dan hoeft het voor mij hoeft het niet, weet je. Het is muziek, maar het is samenwerken, weet je. Kun je leven van de hiphop? Kun je leven van je muziek? Nu wel, man. Ja? Ik maak nu een soort doktersalaris of zo. Nee, ik kan wel overleven, man. Ik kan gewoon netjes mijn dingen betalen elke maand. Oké. Ik kan alles betalen wat ik moet betalen, man. En ik hoef geen domme dingen te doen, man. Ik ben daar zo fucking blij om, weet je wel. Yeah. We gaan sushi maken. Yeah. Is dit vis? Tonijn.
Echt? Dat is ook biefstuk, man. Ja, dus, tonijn is ook biefstuk uit de zee, hè? Ja, echt? Zo noemen ze dat, ja. Wat is het? That's what it is. Wasabi viseitjes. Oh. Wasabi kaviaar noemen ze dat ook. Oh ja, kaviaar, ja. Gewoon een klein balletje kaviaar, hoor. Is dat een speciale rijst? Ja. Rijst? Ja, dat is echt rijst speciaal voor sushi. Korte rijst. Plakrijst is het. Oh, oké. Nou, kijk. Ik heb hier mijn hoeveelheid rijst. Zo ongeveer een half kilo. Ik maak de bodem, maak het vrij. Ik heb de hand op de bodem. En ik laat het water erin lopen. Tot aan het beginstukje van mijn pols. Dus we zetten het pan op het vuur. We zetten het vuur aan, zetten we hem half hoog, een beetje zout erop. Klaar, that's it. We gaan de tonijn snijden voor in de sushi. Voorlangs. Achterlangs. Ja, dat achterlangs. Is het. Achterlangs snijden. Dus eerst doe ik zeg maar. Ja? Voorlangs. En dan achterlangs. Achterlangs en dan doe ik. Tjaka! Het biefstuk. De steak. Kijk. Zoals je ziet hier, zit die ketting eraan. Hier zitten allemaal vliezen aan, die ga ik eruit snijden. Bam, die snijden zo af. Dus we hebben hier dit stuk, die snijdt gewoon een plak eraf. Bam, en van deze plak snijden we gewoon repen. Kijk, en dit is de vulling in de sushi. Oké, heeft de vis is gesneden. Dan heb ik hier die rivierkreeftjes. Die doe ik alvast in een bakje ernaast. Ja. Ik weet niet zeker of je rauwe vis lust. Dus ik ga gewoon een paar stukjes bakken voor je. Dan kan ik altijd nog een sushi met gare vis voor je maken. Een beetje peper en zout op die vis. Peper, nice. Oké, een beetje olie in de pan. Zou jullie het leren koken, jongens? Hè? Kan je alleen rappen? Dat dacht jij. Je dacht dat ik alleen rappen, hè? Als je sushi rijst opzet, zet hem op een laag vuurtje. Ga er nooit in roeren, want er komen al die zetmelen los en dan wordt het plakkerig. Sushi rijst moet je gewoon rustig laten staan. We gaan de kip arroseren om juicy te houden. Arroseren, jongens. Arroseren. Top. Goed bezig, hè? Doe mijn best, man. Ja, toch? En ik vind het leuk, man. Om nieuwe shit te leren, weet je toch? Ja. Oké, is goed, man, hè? Ja. Yes. Ik kan nu weer terug in. De chicken. Rijst klaar? Rijst is zo goed als klaar, man. Dus je ziet, hij is nog een heel klein beetje glazig, een beetje vochtig. Dus ik laat hem nog heel even uitstomen. Gaan we hem op deze plateau zetten, glad strijken. Dus dit is gewoon nice. Dus gaat deze de koeling in. We are not alone after all, are we?